We gaan vandaag aan de slag. Dat is in ieder geval al de plan. Ik heb dat een beetje aan het einde van het programma bedacht. Aan het einde van het praatje, zodat we, hoe sneller ik door mijn praatje heen geef, hoe meer we creatief samen kunnen worden. Voordat ik begin, toen ik werd gevraagd voor dit praatje en ik hoorde dat het over information architecture ging, toen was eerlijk gezegd mijn eerste reactie: wat is dat precies? Dus toen ben ik gaan googlen en toen bleek dat ik het eigenlijk al mijn hele leven lang doe en dat het mijn grote passie is. Ik heb het alleen nooit dat label gegeven. Wat zeg je? Ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat is een goede tip. Ik ben eens gaan googlen en toen kwam ik op een gegeven moment erachter dat, dat er ergens de vraag werd gesteld: wat is het nou eigenlijk? Kunnen mensen eigenlijk zo makkelijk mogelijk uitleggen wat het nou precies is? Nou, dat was perfect voor iemand als ik. En er was er iemand die had een heel mooi filmpje gemaakt. Dus we gaan nu eigenlijk information architecture uitgelegd krijgen met apen als voorbeeld. Lekker kort. Helemaal duidelijk, denk ik. Making discovery intuitive. Ik denk dat ik niet beter had kunnen uitleggen. Dat is wat voor mij ook echt het onderwerp is. En het leukste waarom ik het werk doe, wat ik straks ga uitleggen. Maar voordat ik mezelf verder voorstel, ik wil eigenlijk even een inventarisatie doen. Wat zit er eigenlijk allemaal in de zaal? Kunnen jullie je hand opsteken als je je aangesproken voelt dat ik zeg coach, consultant, business analyst, alles van dat soort. Ja? En als ik zeg ontwerpers, een mooie user interface maken, foto's op printen op de duimpje, dat soort. Kan ook gewoon meerdere antwoorden zijn, hè? Ja. Marketeers in de zaal? Ook? Ook mensen die alle drie zijn, dat kan ook. Oké. Nou, dus vooral van de eerste categorie, dan weet ik dat in ieder geval, dan kan ik daar mijn praatje een klein beetje op toespitsen. Ik ben Niels Hoogendoorn, ik ben van origine industrieel ontwerper. En ik ben eigenlijk na een lange freelance periode afgegleden, maar eigenlijk is het van toegegroeid naar meer een strategisch kader. Want ik kreeg eigenlijk heel erg veel opdrachten en dat zullen jullie misschien wel herkennen. Waarvan ik dacht van, volgens mij is dat niet helemaal wat de opdrachtgever zou moeten willen. Maar wat die zou moeten willen, weet ik eigenlijk ook niet. Dus hoe komen we er eigenlijk samen achter? Hè? Hoe zorg je ervoor dat je met een nieuw contact, een nieuwe opdrachtgever, hoe zorg je ervoor dat je op een zo goed mogelijke manier de koppen bij elkaar steekt en samen eigenlijk een goed plan maakt, maar niet alleen maar een goed plan maakt, ook lekker samen aan de slag kunt. Nou, dat bleek ik eigenlijk nog leuker te vinden dan het ontwerpen zelf. En daar heb ik mij ook in de afgelopen tijd. Ik heb ook, dat is ook de reden waarom ik nog eens hier ben gestart. Dat zullen jullie straks zien.
hoe doe ik dat nou eigenlijk? Nou, ik geef workshops en dan de volle breedte. Mensen met een idee help ik om van een idee naar een start-up te gaan. Of juist niet, dat is een goed idee wel. Of bestaande bedrijven, van klein tot groot, help ik om eigenlijk hun situatie, hun strategie, hun producten in kaart te brengen. Op een hele visuele manier en op die manier creativiteit te stimuleren. Voordat we creatief aan de slag gaan, wil ik eigenlijk even wat metadiscussies voor zijn. Want we hebben het eigenlijk over. Wat is eigenlijk het verschil tussen data, informatie en kennis? Nou, hier ga ik heel snel door. Want data is natuurlijk gewoon een vergaarbak van informatie. Term als big data, ja, dan moet je inderdaad zo'n grote vergaarbak hebben waar je dan enorme analyses op loslaat. Maar dat nog steeds is data. En hoe je van die data naar informatie gaat. Nou, informatie is in allerlei vormen. Dat kan visueel zijn, dat kan audiovisueel zijn, dat kan tekst zijn. Wikipedia staat er vol mee. Allerlei vormen van informatie, maar dan ben je er eigenlijk nog niet. Want informatie is maar informatie. Daar moet eigenlijk nog een interpretatiestap overheen voordat je kan zeggen, hey, hier kan ik iets mee. Hè? Dus kennis, ja, dat is eigenlijk dat is toch echt mensenwerk. Dat is die interpretatiestap. Kennis zit in hoofden, zit in, ja, ik zeg wel eens dat kennis in methoden zit, maar eigenlijk is het methodes zijn ook nog informatie. Dus dit is een beetje het speelveld waar we het vandaag over gaan hebben. En mijn interpretatie erop, want ik was al googelend, toen kwam ik er ook achter dat die flink ook gebackpacked wordt, wat precies in welk hokje past. Ik doe niet aan hokjes, het is gewoon ongeveer dit. En hier gaan we het over hebben. Maar dan wel met een bepaalde inslag. Want wat ik gewoon heel erg interessant vind, is die bak van informatie is leuk, maar hoe zorg je ervoor dat je zo makkelijk mogelijk en zo goed mogelijk samendeelt? Samenwerken en kennis op kunt delen. Want dan gebruik je informatie eigenlijk optimaal. Nou, het doel van vandaag is jullie niet alleen maar met heel veel informatie op pad te sturen, maar ook juist die tools, juist die toepasbare kennis die ook op de stoel al ligt. De mensen achterin die hebben dat niet, want ik hoopte natuurlijk dat jullie allemaal vooraan gingen zitten. Dat is deels gelukt, dank jullie wel. Maar dat kunnen we zo meteen ook wel even naar achteren doorgeven. Dus als die mensen vooraan, als die een eenzaam blaadje zien en dat ze naar achteren willen doorgeven. En überhaupt, als je een blaadje te pakken hebt, dan is mijn vraag, willen jullie er eens naar kijken? En willen jullie proberen te begrijpen wat dat ding nou eigenlijk doet? En als je denkt van ja, hier kan ik niks mee. Of ik snap het wel, of ik vind het interessant, of ik vind het razend interessant. Als je denkt, ik kan hier niks mee, geef het dan even door. En dan krijg je hopelijk vanzelf krijg je een canvas te pakken waar je later misschien iets mee kunt. Dus geef vooral lekker door tijdens de sessie. Dat is een mooi rondetje. Okay, wij gaan het dus over de praktische kant hebben. Want we kunnen het wel over informatie en kennis hebben, maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat we allemaal lekker samenwerken, kennis delen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Hè? En wat heb je daar eigenlijk voor nodig? Nou, ik wil jullie eigenlijk meenemen in de analyse die wij in onze start-up fase hebben gedaan met Modusweed. Want je hebt een idee, een platform ontwikkelen waardoor samenwerking en kennisdelen veel makkelijker wordt. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten hoe dat trucje eigenlijk allemaal werkt. En wat voor concurrenten misschien ook in die markt zich bewegen. Nou, dat hebben wij ook gedaan. En rond samenwerken en kennis delen hebben we eigenlijk vier groepen gemaakt. Want je hebt natuurlijk de klassieke kennisplatformen, dus die zit hier. En dat is eventjes gek om dat in één overzicht denk ik te zien. Want we hebben eigenlijk Wikipedia als kennisplatform in dezelfde markt staan als bijvoorbeeld een LinkedIn of een Craigslist of een Hub. Want als je samenwerkt en kennis deelt, dan heb je niet alleen maar die kennis nodig die in kennisplatformen zit, maar ook mensen. Dus dan zul je je ook altijd moeten afvragen, hey, welke mensen wil ik eigenlijk voor mijn project, wie heb ik nodig, wat voor kennis gebruik ik, die kunnen die kennis toepassen. Dus het is niet alleen maar een kwestie van kennisplatformen, het is juist ook een kwestie van de juiste mensen aan tafel zetten bij die kennis. Dus welke mensen heb ik in mijn organisatie en als ik jullie heb, hoe kom ik er eigenlijk aan?
Gaat het via LinkedIn lukken? Gaat het via social media lukken? Maar dan ben je er eigenlijk ook nog niet, want als je de juiste mensen en de juiste kennis bij elkaar hebt, ja, dan wil je ook nog gaan samenwerken. Dus er zijn ook weer allerlei platformen voor die je linksboven ziet, zoals SharePoint, Box. Je herkent je waarschijnlijk heel erg door icoontjes. En waarschijnlijk gebruiken jullie ook allemaal een bepaalde mix van deze platformen. Maar dan ben je er ook nog niet. Want om kennis samen lekker toe te passen en goed samen te werken en daar uiteindelijk ook iets mee te maken, iets te creëren, dan komen we eigenlijk in deze hoek. Nou, er zitten ook allerlei platformen die ook deels sponsor zijn van dit evenement. En waarmee je samen juist nieuwe dingen kunt creëren. Of er nou wireframes zijn, of er nieuwe bedrijfsplannen zijn. Dus deze mix. Eigenlijk alle bedrijven die gebruiken een bepaalde mix van en een selectie van deze partijen. Nou, dus in onze route van onze start-up keken we naar deze afbeelding. Ik dacht van, dus heb je überhaupt al heel erg veel platformen nodig om lekker te kunnen samenwerken, om nieuwe dingen te kunnen creëren. De gemiddelde start-up die begint al met 20 verschillende platformen waar je allemaal losse logins voor hebt die vaak net niet helemaal goed met elkaar samenwerken. Dus er is een enorme wildgroei geweest aan platforms de afgelopen jaren. Nou, dan zou je zeggen, jij bent nog een platform aan het verzinnen, dus dan krijg je bijna de wildgroei. Klopt een beetje, maar we hebben daar een andere aanpak in. Dat laat ik straks zien. Kijk, dus we hebben een wildgroei gehad aan platformen en aan tools. Daarnaast, ik pak even een paar pijnpunten uit de markt die jullie misschien wel zullen herkennen eruit. Creativiteit vinden mensen lastig. Niet iedereen is heel creatief, niet iedereen weet om te gaan met allerlei software om dingen te maken. Of schud even een schep uit de maand. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dus creativiteit wordt echt een beetje als lastig ervaren. En op het moment dat je dat door iemand anders laat doen, dan zul je ook weer goed moeten kunnen communiceren en dan heb je allerlei loopjes waar het mis kan gaan, zeker als je verschillende platformen ook gebruikt. Dus ja, creativiteit is lastig. Rechtsboven, er zijn dus veel mensen die de hand omhoog staken bij consultants, bij business analysts, bij consultants, dat wordt eigenlijk ook heel erg vaak gezien als mensen die of te duur zijn, of net niet helemaal de taal spreken van de klant. Dat zijn allemaal, ja, ik weet niet wie dat zijn natuurlijk. Maar dit kwam naar voren in heel erg veel koffie drinken met allerlei partijen die we hebben uitgenodigd in de aanloop van onze start. En toen kwamen eigenlijk deze dingen naar voren. En dat is eigenlijk best wel zonde, want consultants zijn er om een reden. Die weten bepaalde dingen die de klant niet weet. Dus dan is het juist heel erg goed om te kijken van hoe kun je nou die kennis goed overbrengen, hoe kun je zorgen dat je elkaar zo goed mogelijk begrijpt om iemand zo goed mogelijk van advies te voorzien. Ja, en als mensen aanlopen tegen te veel consultants die op de duur zijn of niet dezelfde taal spreken, dan wordt dat een beetje consultant moe. Dus dat is eigenlijk juist de bijzondere. En dat hopen wij ook op te lossen. Helemaal onderaan, kijk, dus hier heb je kennisplatformen en de creativiteit. Daartussenin, dat is een gebied wat ik eigenlijk hands-on kennis noem. Dus je hebt, ja, zoals in het begin, informatie, kennis. Het gaat er juist om kennis, om informatie te hebben op een manier dat je het ook echt kunt gebruiken. Nou, dat is hands-on kennis. Dat is een gebied waar we niet de enige zijn. Jullie hebben allerlei canvassen die nog niet helemaal zijn doorgegeven. Dus misschien dat iedereen precies het canvas heeft waar hij iets mee kan. Daar zit ook Business Model Canvas tussen. Van Business Model Generation. Nou, ik denk dat die dat die heel erg goed in elkaar hebben. Dat zij eigenlijk dat zij het maken van een bedrijfsplan heel erg makkelijk hebben weten te maken en hebben weten te visualiseren. Zodat kennis, of informatie, zodat dat creatief toepasbaar wordt. Gooien we dit even op een hoop. Waar hebben we het dan eigenlijk over? En wat is eigenlijk mijn passie? Dat is samenwerken en creativiteit, kennis delen, zo makkelijk en zo creatief mogelijk maken. Nou, hoe doen we dat?
Ik ben ervan overtuigd dat, dat visuele communicatie, dingen visualiseren, een beeld zegt meer dan 1000 woorden, dat een enorme boost geeft aan wat je uiteindelijk wilt bereiken en wat je wilt oplossen. Daarvoor hebben we een sociaal kennisnetwerk ontwikkeld, dat heet dus KnowledgeMe. En daarmee kun je echt lekker, zoals het plaatje zegt, borrelen, ideeën bekokstoven, maar ook vooral nieuwe producten te zien. Planningen maken, bedrijfsplannen in elkaar klikken, echt de volle breedte van kennis kun je daar toepassen. Herkent iemand deze? Dit is een van de canvassen. Hier. Zie jij hier? Mag ik jou dan meteen een vraag stellen? Simon Sinek, zeg je dat niet? De drie cirkels. Is er iemand in de zaal die je best niet meer kent? En dat ook even durft uit te leggen? Dat dan weer niet. Als je een dingen gaat vertellen en die wil overbrengen, dan weet je waarschijnlijk wat je allemaal gaat doen, wat er al is. En wat eigenlijk de kern van goede boodschappen is, dat je kind koos van overbrengen. Waarom? Ja, absoluut. Nou, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk net een korte pitch heb gedaan van KnowledgeMe. Onze why is echt het samenwerken en kennisdelen verbeteren. Hoe doen we dat? Dat doen we op een hele visuele manier. Door een sociaal kennisnetwerk waar de mensen heel makkelijk elkaar kunnen vinden, kennis kunnen vinden en kunnen samenwerken. Ja, en dit is eventjes in welke optiek vul je hem in, hè? Maar vanuit de optiek van de gebruiker, ja, wat kunnen ze dan uiteindelijk mee? Wat hebben ze eraan? Nieuwe bedrijfsplannen maken, heel visueel planning maken, nieuwe productconcepten ontwikkelen. Of pitches zoals deze. Dus dit is ook meteen een voorbeeld van een canvas. En ook een voorbeeld van de ontwikkeling van een canvas. Simon Sinek heeft ooit die drie cirkels bedacht. Ja, dat is perfect om die cirkels gewoon te plotten. En dan heb je eigenlijk een brainstormveld. Dan kun je je pitch brainstormen. Als je bijvoorbeeld je pitch hebt gebrainstormd met elkaar, dan kun je dat uitschrijven. Je hebt een Janneke-taal en dan kan eigenlijk iedereen kan voor een nieuw product of een nieuw idee. Kan die heel makkelijk een pitch maken. Nou, zoals jullie al hebben gezien, liggen er heel erg veel canvassen hier in de zaal. We hebben naast Business Model Canvas, wat wereldwijd de bekendste canvas is om bedrijfsplannen mee te maken. We hebben ondertussen een stuk of 70 van dit soort workshops, waarin je eigenlijk op een hele visuele manier van alles kan doen. En dat willen we dus ook juist over de volle breedte van kennisgebieden willen we dat spreiden. Dus dan hebben we het over bedrijfskundige zaken, we hebben het over marketing, maar ook trends. Er zit hier ergens in de zaal ligt een canvas, daar kun je trends in ploppen. Dat is ook meteen een voorbeeld dat je met die visuele onderleggers, wat canvas eigenlijk zijn, dat je er dan ook nog niet helemaal bent, want dan heb je een onderlegger en dan kun je inderdaad gaan brainstormen. Nou, dan kun je met post-its aan de slag. Maar in het platform hebben we eigenlijk nog een optie. Want naast de canvassen, die dus die visuele onderleggers zijn, waar mensen veel makkelijker mee kunnen samenwerken, hebben we ook kaartspellen. En dat zijn eigenlijk een soort van post-its, maar dan staat er al wat op. Want je kunt je voorstellen dat je volgens bepaalde methodes werkt, dat je bepaalde opties in een bedrijfsplan. Heb je in ieder onderdeel van je bedrijf dan ook bepaalde opties. Hè? En het is vooral zaak om de juiste opties te kiezen die goed in elkaar haken. Dus waarom niet van die opties letterlijk op tafel kunnen leggen? Nou, dus in het platform hebben we daar kaartspellen voor bedacht. En dat kan in het geval van Business Model Generation kunnen dat van opties zijn om je bedrijfsplan in elkaar te leggen. Dat kan in het geval van een trend canvas zijn om gewoon de bestaande huidige trends eigenlijk gewoon te gaan mindmappen. En als je er eentje mist, ja, dan dubbelklik je met een nieuwe post-it gemaakt, sneller dan dat ik kan plakken. En dan voeg je hem toe. Dus dit zijn eigenlijk workshop materialen. En waarom vertel ik dat nu? Ik dacht eerst om meer richting user interfaces te gaan praten, maar dacht, ja, ik ga waarschijnlijk de rest al doen. Dus laten we het over samenwerkingsvormen, workshops hebben. En wat is eigenlijk de user interface van zo'n workshop? Nou ja, daar gebruiken wij dus Canvas ervoor. En daar hebben we een platform omheen ontwikkeld. Want die Canvas is dus een manier om op een visuele manier samen te werken, maar dus ook om kennis te delen. En die kennis ook tegelijk te gebruiken. Dus hier zie je een voorbeeld van een project. En daar kun je allerlei taken in toevoegen.
Maar je kunt er ook je workshops in kwijt, want als je bijvoorbeeld een taak hebt. Als je bijvoorbeeld een taak hebt, dit is trouwens de presentatie die ik ook voorbereid in een workspace. Dus dan zie je ook, we zitten ongeveer na die pitch. Stel, je staat een pitch maken, dan kun je dus ook op basis van je taak. We weten dat dit altijd gebeurt, hè? Deze even laten. Maar op basis van de taak kun je in het platform ook gaan zoeken en dan zul je ook zien dat je allerlei workshop materialen vindt om die taak makkelijker te maken. Dus als het had gelukt, kunnen we misschien aan het einde nog doen als we het internet hebben opgelost. Maar dan zie je ook dat er allerlei workshop materialen komen om pitches te maken. Dus er liggen nu al een aantal voorbeelden. En zo moet je dat zien in de volle breedte. Dus we gaan aan het einde gaan we ook nog kijken naar een voorbeeld workshop om van idee naar strategie te gaan. En dan gaan we hetzelfde doen. Wie had er al eerder van canvassen gehoord? Best wel veel. Meestal moet ik heel veel moeite doen om canvassen uit te leggen. Kennen jullie ook andere canvassen behalve business model generation? Business model canvas. Moet ik jullie een voorbeeld geven? In Canva heb ik business model canvas aangepast tot Think User Experience Strategy Canvas. Ja. Nou, dat is meteen een hele interessante, want ik ken hem niet. Dus dan wil ik je meteen ook uitnodigen om samen met ons canvassen te verzamelen. Dat doen we op Pinterest. Ik zal deze link ook laten delen. Zo, ondertussen met meer dan 50 mensen zijn we canvassen aan het verzamelen. En we zitten al op meer dan 250 canvassen. Dus wat leren we hier eigenlijk uit? Er zijn ongelooflijk veel mensen wereldwijd bezig met lastige dingen visualiseren. Zodat ze beter kunnen samenwerken. En dat wordt dan nu op Pinterest gedeeld. Nou, op Pinterest kun je dan niet meteen gaan samenwerken. Dus dat is de potentie. Die mensen die verwelkomen natuurlijk allemaal in Modesty. Maar de eerste stap is die canvassen verzamelen. En ik nodig je van harte uit om dat met ons te doen. Want met die canvassen kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat wereldwijd mensen visueel beter kunnen samenwerken en leren van efficiënter. Dat is een mooi voorbeeld. In de korte tijd dat we naar buiten toe zichtbaar zijn. We zijn in oktober gelanceerd. Hebben we een aantal aanmeldingen gehad van nieuwe kennispartners die ook canvassen willen ontwikkelen of al canvassen hebben. En toen kwamen we erachter dat er 12 persona canvases in het netwerk zaten. Dus 8 verschillende partijen die in totaal 12 persona canvassen hadden bedacht. En die niet van elkaars bestaan had wisten. Nou, dus daar zie je eigenlijk al een beetje de noodzaak van, hey, als mensen visueel willen communiceren en die kennis visueel willen delen, ja, in welk platform ga je dat dan doen? Die is er nog niet echt, of Pinterest is er wel, maar dat is dan weer een platform waar je niet in kunt samenwerken. Dus ja, daar proberen wij op in te springen door juist een platform te zijn voor bedrijven om hun kennis te visualiseren, om dat te delen. En op die manier ook het netwerk te vergroten. Je ziet een aantal voorbeelden. Ik kan nu dus niet in het platform klikken, zodat ik het net wel weet. Maar dat ziet er zo uit. Dus je hebt een workshop-omgeving. Een workshop bestaat altijd uit een canvas, een visuele onderlegger. En dan kun je eigenlijk net zoals in het echt met post-its, je kunt ook op print drukken trouwens, op download. En dan heb je in 5 minuten je workshop voorbereid. En dan kun je fysiek de koppen bij elkaar steken. Nou, mocht dat niet mogelijk zijn omdat het aan de andere kant van de wereld zit, dan kun je er ook voor kiezen om dat digitaal te doen in een platform. En op die manier te workshoppen. Dit is bijvoorbeeld ook interessant richting kennisinstelling, had ik net een mooi gesprek. Waarom niet gewoon in plaats van informatie overbrengen naar leerlingen, gewoon laten zien hoe het visueel in elkaar steekt en voor de ogen van iedereen
eigenlijk een bedrijfsplan, of in dit geval een social media strategie, in elkaar klikken. En tot slot, het is ook echt een sociaal netwerk, dus je kunt kennis in visuele vorm kun je verzamelen. Je kunt dus ook laten zien aan anderen wat voor kennis je in huis hebt en welke kennis je gebruikt en dat ook direct in workspaces gebruiken. Kom ik aan het einde van mijn presentatie. Ik ga straks nog heel even door, hopelijk. Of na het volgende krijgen. Boosting happiness. Dat is een beetje de belofte die ik had gedaan bij dit praatje. En dat had ik toen was dat redelijk spontaan. Hè? Nou, laten we maar boosting happiness doen. Ik hoop dat ik dat waar maak. Dat hangt natuurlijk af van hoe goed wij worden in kennis delen, zodat anderen steeds creatiever worden. Ik vind uit het filmpje, de payoff, vind ik dat heel mooi de aansluiting, een beetje Discovery Intuitive. Dat is eigenlijk wat ik het liefst doe. Visueel communiceren is echt een middel om het ontdekken van een goede strategie, of het samen creëren van nieuwe producten, om dat zo intuïtief mogelijk te doen. Dat je altijd de juiste mensen aan tafel kunt zetten, de juiste tools op tafel kunt leggen. En op die manier samen tot betere ideeën kunt komen. En het interessante daarvan is, wie zet je er eigenlijk aan tafel? Want wat door bedrijven heel vaak vergeten wordt, is dat je ontwerpt van een bepaalde doelgroep. En dat je die doelgroep ook gewoon lekker aan tafel kunt zetten. Dus wat wij eigenlijk altijd stimuleren is vraag jezelf heel erg af wie je aan tafel wil zetten. Want je hebt gewoon een ontzettende kans als je op een hele visuele manier samenwerkt. Om dat op een manier te doen dat je klanten begrijpt. Die kun je ook letterlijk aan tafel zetten. Zodat je samen eigenlijk veel sneller betere plannen of betere producten kunt ontwikkelen. En op het moment dat je eindgebruiker aan tafel kunt zetten. Op een op gestructureerde wijze natuurlijk. Ja. Als je eindgebruiker bij het proces betrekt, dan doen we weer co-creation, co-production, alle en dat gaat de limo weer ratelen. maar dan heb je iets heel moois te pakken, want dan krijg je eigenlijk een situatie die we ook in de workshops die we geven zien. Op het moment dat je je gebruiker erbij betrekt en de klant erbij betrekt en samen sneller en beter iets maakt, ja, dan is iedereen ook veel trotser en veel betrokkener. En ik denk dat ook een heel mooi linkje is naar het thema. Happiness. Straks gaat dat geloof ik een kracht worden in het volgende vraag. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar wij geloven heel erg in dat we op deze manier bedrijven beter kunnen laten samenwerken en dat het voor iedereen leuker wordt. En vooral ook betere producten waar mensen wel op zitten te wachten. Heb ik nog een vraag? Nou, ik heb jullie net gezegd van stel je zoekt op de taak pitch, ik wil een pitch maken. Nou, dan kun je op basis van de taak gaan zoeken in het platform. Dan krijg je allerlei workshop materialen die ervoor kunnen zorgen dat je dagelijks werk eigenlijk creatiever, beter en leuker kunt maken. Even terug. Dit was niet de daadwerkelijke case die ik wilde bespreken. Stel, dit zijn ook de klanten die hier graag bij ons aankloppen. Ik heb een idee, ik wil naar een strategie. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, daar hebben we middelen voor. Dus dan gaan we op basis van die taak gaan zoeken. Dan komt daar een package naar boven en die zit eigenlijk vol met workshop materialen om eigenlijk een strategie te ontwikkelen, een start-up te ontwikkelen. Je zult hier misschien wat methodes herkennen, alles ook op basis van bestaande methodes. Nou, dan gaan we het heel snel doen. Dan gaan we in één keer gewoon alle workshops in een nieuwe workspace gooien. En dan kunnen we direct aan de slag. Dus dit is onze nieuwe start-up. Wat willen we als eerst doen? Nou, het is misschien wel handig om eerst je doelgroep beter in kaart te brengen met persona's. Net een leesbaar, denk ik, voor achteren. Hier staat persona's maken.
En op die manier kun je eigenlijk bepaalde volgorde in de taken die je doet, kun je doen en samen één voor één afvinken. In het geval van een persona maken. Hier een workshop, nou dat is eigenlijk hetzelfde als dat we hem uitprinten en van de tafel neerleggen. En dan hangt natuurlijk van de print een grote of kleine workshop doen. Dat kan ook gewoon op beamers, op tablets en je kunt samenwerken met andere waarden ter wereld. En op die manier kun je aan de slag en kun je bijvoorbeeld je persona bepaalde eigenschappen meegeven. Je kunt hem ook een gezicht geven. Ik doe nog één voorbeeld. Okay. Even wat dichter bij huis, het Business Model Canvas. Dat is het meest bekende canvas. Nou, wij hebben, hij ziet er een beetje anders uit, maar dat is meer omdat we eigenlijk een flexibel schetsdatabase wilden om ook makkelijker aansluitende canvas te kunnen ontwikkelen. Theorie is hetzelfde. En daar hebben we ook een kaartspel bij ontwikkeld om eigenlijk alle opties die je hebt, bijvoorbeeld bij Customer Relationship, dat is dit vakje. Hoe doe je dat nou eigenlijk en wat voor opties heb je daar eigenlijk? Nou, die opties hebben we hier gevisualiseerd, dus stel we willen dat zoveel mogelijk automatiseren. Dan kun je eigenlijk net zoals in het echt met fysieke kaartstellen, gewoon letterlijk de opties op tafel leggen en kun je op die manier aan de slag. Ik denk dat ik hierbij ga laten. Ja? Zijn er nog mensen die nog brandende vragen hebben? Dat zijn er twee. Jij hebt één vraag, maar dan ben jij de eerste. Ja, ik heb me een beetje verdiept, want ik moet jou. Ik weet toch heel zeker en zo. Dus ik had in mijn schip een account aangemaakt. Ik zei, oh, poppetje, is leuk. Wanneer kan ik je tekenen? Ik kan geen kaartje trekken. Nee. Ja, ja. Dus dan denk ik, van, ik kan net zo goed uitprinten. Dan is het makkelijker. Wat is nou het voordeel tegenover dat versus letterlijk met de koppen bij elkaar zitten? En ja. Nou, wat wij met het platform überhaupt niet willen, is voor jou die keuze maken. Dat is wel belangrijk om te weten, want met samenwerken is denk ik de allerbelangrijkste vraag, wat is nou de juiste vorm? Hè? Wil je letterlijk de koppen bij elkaar steken en de boel uitprinten en gaan tekenen? Of wil je dat online doen? Of bijvoorbeeld je workshop uitwerken online, zodat het niet op een grote stapel belandt. Er zijn allerlei redenen om te kiezen voor de een of de ander. En tegelijkertijd kan ik je verblijden, want we zijn al een tijdje aan het testen met tekenen. Bijvoorbeeld ook met het apparaat waar ik nu vanaf presenteer. Ja, er zit een pennetje bij. Het is ideaal om ook even naar de pijltjes te dat soort dingen. Dus die features zijn we al aan het testen. Daar betrekken we kennispartners ook bij. Want dat zijn eigenlijk de meest intensieve gebruikers. En die hebben een hele belangrijke mening. Dus als die heel graag features wel willen of bepaalde features niet willen, dan dat is net zo belangrijk voor ons. Dus we zijn al aan het testen met schetsen. We hebben alleen punt 1 nog niet werkend op alle apparaten. Dus we willen eigenlijk één platform voor alle apparaten hebben. Dus zolang die usability niet overal gelijk is, dan lanceren we die. En ik wil gewoon nog wat meer gaan experimenteren met fysieke workshops en digitaal tegelijk. Want daar leren we zoveel van, dat heeft ook weer invloed op de user interface van die platform. Nog één vraag? Ik vind heel praktisch wel, maar is het een mobiele site of is het een app? Want ik gebruik die Business Canvas app heel veel. Ja. Die lijkt een beetje een strategizer app of een strategizer. Maar nee, dat wordt de Business Canvas iOS. Waar je ook met scheeltje en dingetjes op Canvas kan doen. Ja, aan de beamer werkt het zeker. Maar een mobiele site werkt vaak minder in de Digital Canvas. Ja. Dus ja, een iOS app erg handig. We hebben nog geen iOS app. Die gaat er voorlopig ook niet komen, want wij willen eigenlijk juist in deze fase dat eigenlijk de functionaliteit van het platform nog aanpast en we eigenlijk nog aan het leren zijn waar mensen wel en geen behoefte aan hebben. We willen ook niet verschillende platformen te onderhouden hebben. Op het moment dat echt helemaal is gestabiliseerd, dan sluit ik het niet uit. Ik kan in ieder geval wel verblijden met dat dit het belangrijkste apparaat tijdens workshops in bedrijven is, maar helemaal de iPad.
Dus daar hebben we ook tegen aangeprogrammeerd en ervoor gezorgd dat dit zo goed mogelijk werkt. Zodat je ook van werkplay door op hiermee aan de slag. Ja? Hey, hartelijk bedankt. Mooi, mooi.